zitten midden in de hondsdagenperiode, hebben we de afgelopen tijd al wel gemerkt. Want er viel behoorlijk wat neerslag eventjes in korte tijd. Dat kun je ook mooi op de foto zien die in is gestuurd. Plassen water. Maar vandaag hebben we toch weer heel wat mooier weer. Ja, en vandaag hebben we toch weer een hele aardige dag. Want vanmiddag schijnt de zon nog redelijk. Er ontstaan wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt nog een graad of 24. Vanavond en komende nacht hebben we ook te maken met wat opklaring. En later wat meer bewolking. En langs de oostgrens valt er komende nacht, maar ook morgen vroeg nog een beetje regen of een enkele bui. Dit weekend zijn er heel veel evenementen, maar in Weil gebeurt ook wat. Daar is trekken. En naast mij staat Remco. En ik kan er alles al vertellen. Want Remco, wat gebeurt hier allemaal? Allereerst zijn er natuurlijk heel veel tractoren op de baan die met elkaar gaan uitmaken wie de sterkste is. Maar naast natuurlijk voornamelijk veel gezelligheid voor jong en oud met kinderattracties, sminken, knutselen en muziek. Zodat het eigenlijk voor iedereen wat te doen is. En kun je ook nog zeggen van, daar heen trekken, dat is ook iets speciaals? Ja, mijn voorkeur gaat natuurlijk naar iets roods uit met beige velgen. Maar ja, ik weet niet of dat helemaal jouw smaak is. Nee, maar ik bedoel ook of er nog, hij nog iets een zelfbouw of zo, iets in de superklasse wat er komt. Ja, er komen wel een aantal demo's dit jaar van een eigen bouw die inderdaad op dit moment wordt afgerond en dit weekend voor het eerst op de baan komt. Maar ja, daar moeten mensen maar even komen om die te gaan zien. En daarna hebben we toch nog wel aardig weer. Een lange tijd bleef het op de zaterdag nog droog en pas later op de dag daar ontstaan enkele regen- en onweersbuien. Maar voor die tijd werd het ook nog warm, drukkend warm, want de temperatuur loopt zelfs nog op naar 27 graden op de warmste plekken. Ja, en in de nacht naar de zondag, dan hebben we ook te maken met wat buien. En zondag overdag ook wel. Maar toch tussentijd ook wel weer wat zon erbij en ook wat langere droge perioden. Maar de temperatuur doet een stapje terug. En dat is natuurlijk jammer, want zondag komen we niet witter dan een graad of 20. Goed gaan.